Op de agenda van de Kamer stond de ziekenhuiszorg in Flevoland en de nasleep van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Maar er werd ook gesproken over dit ziekenhuis, het Maasziekenhuis bij Boksmeer. Ook dat ziekenhuis kampt met financiële problemen en vorige week besloot de minister financieel bij te springen. 2,5 miljoen euro per jaar. Waarom nu wel en eerder niet, vroegen Kamerleden zich af. Nou ja, belangrijkste opmerking misschien wel dat de Pantijngroep in Boksmeer op tijd aan de bel heeft getrokken. En dat maakt het mogelijk ook vanuit de rol vanuit de overheid om mee te denken en om te kijken, kun je de goede partijen om de tafel heen krijgen? Gaat het over andere zorgpartijen, maar dat gaat ook over de bank, dat gaat over de verzekeraar. Ja, die ruimte die was daar en die konden we daar goed invullen. In Lelystad is dat allemaal achteraf en dan krijgt dat allemaal veel meer een... Wat kun je doen? Wat kun je in dit stadium doen? En ja, zo'n plomp verloren faillissement, daar zit helemaal niemand op te wachten natuurlijk. Eerder aan de bel trekken dus, maar ook de boodschap dat niemand zit te wachten op nog een faillissement. En vooral dat laatste argument valt de Lelystadse wethouder Ellie van Wageningen op. Ik vind het wel zuur, want ik denk volgens mij als wij twee te waren geweest en zij het eerst, was het andersom gegaan. Ja, zal het hem dat zijn dat de minister zoiets heeft van ik wil niet dat er nog een keer een ziekenhuis failliet gaat en dat we dat hele gedoe opnieuw krijgen. Laat ik het deze keer maar voor zijn. Dat lijkt mij wel, want hij heeft toch vrij snel veel geld beschikbaar gesteld. En bij ons was daar toen echt geen sprake van. Als het zo zit, dat is heel moeilijk om te maken. Maar ja, ik ben inderdaad voor Pantijngroep blij dat er tijdig het gesprek kon worden gevoerd. En voor Lelystad, voor de inwoners van Lelystad en ook in de regio Flevoland, met alles wat in me zit, wil ik proberen om de beste zorg te maken, ook voor die omgeving. Kamerleden stelden verder vele tientallen vragen over de situatie in Flevoland. Tot tevredenheid van de Lelystadse wethouder, die ziet dat het onderwerp nog steeds volop de aandacht heeft.